iedere keer verbaas ik me weer wanneer ik soms tegen verhalen aanloop. Deze vrouw, ze deed een hele goede opleiding. Maar ze had geld nodig, want tijdens die opleiding moet er geld binnenstromen. Kind gekregen, vader verdwenen. Maar je weet hoe het gaat, als je studeert en je hebt een kind, er moet eten op tafel. Dus ze is in de kranten gaan kijken naar advertenties. Ze zag een massagesalon, had masseuses nodig. Dus zij heeft gesolliciteerd en ze werd uitgenodigd. Dus ze kreeg rondleiding van de eigenaar. Van dit zijn de kamers, hier zijn de condooms. Dus ze dacht, condooms, massagesalon, condoom, het rijdt niet. Dus ze zegt, maar waar zijn de condooms voor nodig? Toen zei hij, hoezo? Weet je dan niet waarvoor je solliciteert? Toen zei ze, ja, om te masseren. Toen zei hij, nee, dit is voor massage met happy ending. Dus hij schrok zich rood. Dus dat meisje is duidelijk een groentje. Die man, zijn oog was al gevallen op haar. Want het is een prachtig meisje om te zien. Slank, mooi, leuk, mooie ogen, goed verzorgd. Dus hij zegt tegen haar, nou, als je geen sekswerk wil doen, wil je dan administratief werk voor mij doen? Dat had hij niet echt, hij heeft het gecreëerd voor haar. Meneer wilde in haar omgeving zijn. Meneer begon zijn best te doen om haar te veroveren. Is hem ook gelukt. Op een gegeven moment is ze ook bij hem ingetrokken. Intussen loopt dat salon heel goed. Geld komt binnenstromen. Weet je, ken je van die meiden, die gaan met zo'n jongen, want ze denken, money, groot huis. Maar je krijgt er niks van. Oké. Op een gegeven moment zei ze tegen hem, luister, dat geld dat ik hier bij jou verdien is veel te weinig. Ik ben intussen afgestudeerd, ik ga werken. Dus hij, dat werk wat je gaat doen bij de overheid, 1 dag hier in die salon, en ik heb dat geld in mijn zak. Hij zegt, je gaat nergens. Dus hij begon die andere kant van hem te laten zien. Ze verdiende iets, net iets bij hem, dat administratief werk. Dus ze zegt, dat is niet voldoende. Mijn zoontje moet eten, we moeten leven, moet meer gedaan worden. Hij zegt, weet je wat, als jij geld wil, dan ga jij gewoon de hoer spelen. Ze zegt, meen je dat? Hij zegt, ja. Hij zegt, je wilt toch geld? Ze zegt, maar jij verdient toch genoeg? Ze is de hoer gaan uithangen. Ze vond het verschrikkelijk. Hij heeft het zelfs gedwongen. Van, je gaat het doen. Je wilt toch geld hebben? Ze heeft 1 geluk gehad. Die man die kwam, die bezoeker die in die kamer kwam, die zag dat meisje hulpeloos zitten. Die kent dat soort meisjes. Dus hij zegt tegen haar, wat doe je hier? Hij zegt, je bent veel te jong, veel te mooi. Hij zegt, doe je dit vaker? Toen zei ze, nee, dit is de eerste keer. En toen heeft ze het verhaal verteld. Dat is mijn vriend en van hem moet ik dat doen. Die man die schrok zich rood. Hij zegt, weet je wat? Hoeveel geld heb je nodig om rond te komen? Toen zei hij, weet je wat? Beloof je mij dat als ik jou hier weghaal, jij hoeft geen seks te geven vandaag aan mij. Zorg ervoor dat je naar huis gaat en dan zorg ik ervoor dat jij geld krijgt. Maar van het een komt het ander, uiteindelijk heeft hij haar daar weggehaald en ze is weer naar huis gegaan. Veel kinderen, klein huis, je weet hoe dat gaat, pina gezin. Dus dat was ook niet alles, maar goed, die man zorgde voor haar. Maar zij zegt, Lita, ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar iedere keer wil ik teruggaan naar die gast van dat massagesalon. Ik zeg, maar wat wil je daar gaan doen? Wil je weer gaan werken als seksmedewerker? Wil je weer gekleineerd worden? Wat is het? Wat is het dat maakt dat je toch die drang hebt om daar naartoe te gaan? Terwijl er nu een man is die je eruit gehaald heeft. Wat is het dat maakt dat jullie terug willen? Heeft het te maken met jullie jeugd? Heb je niet genoeg liefde gehad? Kom je liefde tekort? Dat je daarom tevreden bent als je al bij iemand bent? Zelfs al is het iemand die je als een hond behandelt? Wat is het? Ik denk dat het toch dat wij als ouder toch meer tijd moeten gaan besteden aan onze kinderen. Ik denk dat daar ook een hoop schort. Als jij geen liefde thuis krijgt, dan ga je het op straat ook niet herkennen. Hoe druk je het ook hebt, hoe zwaar je het ook hebt, probeer je kinderen aandacht te geven. Probeer tijd te maken, ga met ze zitten, ga met ze praten. Vraag
vraag ze wat hun dromen zijn, waar ze mee bezig zijn, wat ze bezighoudt. Dat is liefde geven. Ergens is er iets misgegaan. Ergens is er een disbalans. Dit moeten we ervan gaan maken. We hebben alle tijd. Willen we meer van dit soort meisjes, willen we meer van dit soort verhalen, dan wordt het tijd dat we gaan aanpakken.